Die eigenschappen van een goede navorser is die van die eigenschappen van enig iemand wat scheppende werk doen. Je moet passie hê voor wat je doet. Je moet elke ochtend opstaan met die gedachte, dit is al wat ik wil doen, is dit wat ik voor passievol is. Je moet geduld hê, want voor alles jy, soos ek theoretische werk het, idees kom maar so af en toe, net soos wat idees vir een nieuwe roman ook maar net so af en toe kom. So jy moet geduld en passie hê, jy moet selfmotivering hê, want niemand anders het gaan vir jou doen, jy moet jouself aan die gang hou. Maar ek dink, vir my was het baie belangrik selfkennis. Wat is dit wat mens maak tik, soos hulle sê in Engels? En ek het baie lang, ek het experimentele werk gedoen, dit is wat jy doen as jy biochemicus is, maar ek was baie ongemakkelijk daarmee gewees, dit is nie die natuurlijke werkswijze vir my nie. So, dit was eerst hier so toe ek werkelijk besluit het, nou gaan ek een theoreticus word, daar staan my baie moeilike besluit, want die theorie en die biologie het omtrent nie bestaan nie, om ek uit te sê bioloog gedink, dit is nonsens. Maar dis eerst toe, dat ek my niche gevind het, dat ek werkelijk myself kon uitleef in as een wetenskapelike. So, ek dink, selfkennis is waarschijnlijk een van die belangrijkste dinge wat jou suksesvolle navorser maak, dat jy doen wat jy weet jy ordentlik kan doen. Wel, ek bedryf nou al my hele akademiese lewe lang my vakgebied in beide Afrikaans en in Engels. Afrikaans is een volwaardige navorsingstaal, een volwaardige wetenskapelike taal, so ek sou my hele akademiese loopbaan kon bedryf net in Afrikaans. Maar dit werk natuurlijk nie so nie, die wereld is een bietjie groter as dit. En natuurlijk die wetenskapelike, internationale wetenskapelike taal is Engels, so mens moet in Engels kan functioneer. Maar aan die ander kant is ek ook geweldig lief vir Engels, dit is een fantastische taal met baie ryk uitdrukkingsvermoë. En natuurlijk die wereldliteratuur word oopgemaak deur Engels vir ons. As ons net in Afrikaans gewerk het, dan het ons nie toegang gehad tot een geweldige groot stuk wereldliteratuur nie, en ek is een kranige leser, so ek sou nie daar sonder kon lewe nie. So, vir my is het, die feit dat ek in beide tale kan functioneer, is baie belangrik. Ek denk enige wetenskapelike moet ten minste in Engels, kan vaardig gaan wees in Engels. Maar dit, ek verkneukel my toch aan om in voor een klas te kan staan en in my vak heeltemal net in Afrikaans te kan verkondig, as het ware. Iets soos Litnet Akademies is natuurlijk een goeie voertuig vir die ontwikkeling van Afrikaans, verdere ontwikkeling van Afrikaans en instandhouding van Afrikaans as een navorsingstaal. Maar hy is reeds daar, so ons het nie veel om bekommerd oor te wees nie. Wel, dit is een lang story en die story loop parallel saam met my dekade lange verbintenis met Etienne van Heerden. So, ons was studenten saam gewees, hy is so evenkies na my. Maar dit was die jare gewees toe ons Afrikaanse kabaret begin het op Stellenbosch. So, die hele Afrikaanse muziek en liriek beweging het eindelijk so begin. Die thema liedjie daarvan was Die Lewe is 'n Grenshotel. En ek het die muziek daarvoor geskryf. So, ek was betrokke recht van die begin af by die skryf van die eindelijke toonsetting. Maar ek het nooit met lirieke gewerk nie, maar die toonsetting van lirieke val van Henie Oukamp. En ook die eerste kabaret van Henie Oukamp met permissie gesê was ek, het ek meeste van die muziek voorgeskryf. So, dit was weer deel van my ander lewe as muzikant. En wat toegebeur het na met permissie gesê, het Etienne besluit dat hy ook kabaret wil skryf. Ons het eerst so'n oefenloopie gehad met een kabaret met die naam van Onder Extreme Provokasie. En toe het hy Excuus vir die Wals daarvan gemaakt. So, en ek en Anthony Costandius, wat ook het groot deel gevorm het van die hele beweging, die het die muziek daarvoor geskryf, ek het daar aan gesing en gespeel. So, het was goeie tye gewees. En Etienne en my sepaantjes het bykie uit mekaar het geloop daarna, want hy is toe op hy in Zululand toe en toe later aan by Rhodes gewees. Maar toe hy weer terug op Stellenbosch is, ons was baie weer by mekaar gewees. En toe hy nou begin droom het oor die uitbreiding van Litnet Akademies ook in die natuurwetenskappe toe, was natuurlijk geweldig succesvol met die geesteswetenskap alreeds gewees. Toe was ek waarschijnlijk die natuurlijke klankpoort gewees vir hom om bykie idees te kry oor of het moontlik sou wees. So dit daar begin en ek net eend begin gesels. En toe het ons ook vir Hendrik Geyer aan boord gekry. Hendrik en ek het natuurlijk ook een lange verbintenis as nie as vriende nie, maar ook saam op die gewilde RSG program van Hoe Verklaar Jy Dit? Sit ons al jare saam.
En die twee van ons dek dan ook die biologische en die fysische wetenschappen, wat eigenlijk een goede combinatie is. So, ja, dit is hoe ek by Lit Net Akademies uitgekom het. En ek moet sê, ek vind dit geweldig opwindend. My visie vir Lit Net Akademies is dat dit werkelijk een nieuwe paradigma vir wetenskaplike publikatie gaan word. En dat ons oor 5 jaar op die voorpunt van so paradigma skuif kan staan. Die rede daarvoor is eenvoudig dat Lit Net Akademies een absoluut unieke publikatiemodel het. Wat volgens my nog nie iewers anders in die wereld bestaan nie. Misschien kan ek so weer net die paar eigenskappe daarvan beskryf. Die belangrijkste ding waarschijnlijk is dat dit een oopbron journaal is, zodat die materiaal vrijelijk beskikbaar is vir enig iemand wat toegang het tot die internet oor die hele wereld. Daarmee saam gaan natuurlijk dan ook die idee dat ons geen intellectuele eiendomsrechte van die auteur af wegneem nie. Terwijl bij meeste ander journalen verloor je dit, net soos wat jy by meeste ander journalen moet betaal vir toegang tot die materiaal. So na die opzicht is ons reelreg anderste. Daar is dus geen bladkostes betrokken nie. Inteendeel, wat ook uniek is aan Lit Net Akademies, is dat ons auteurs vergoed vir die artikel. So dit is een additionele aansporing om goeie materiaal te produseer. Maar wat my eintlik die meest opwindende is die publikasiemodel. Want ons vereis die artikel volledig in Afrikaans, maar dan moet die auteur ook uitgebreide Engelse opsomming verskaf. En dit natuurlijk maak dan die artikel toegankelijk vir die rest van die akademiese wereld, wat hoofsakelijk in elk geval in Engels publiseer. So dit maak die artikel oop. Die ander ding wat ook uniek is dat ons verwag ons auteurs moet hulle inleiding uitgebreid skryf in een vorm wat vir die ingelichte nie-specialist leser toegankelijk is. So ons dek eintlik 3 aspekte, beide in alles in 1 publikasiemodel, en dit is uniek. So ek voel dat hierdie model werkelijk iets is wat die publikasie wereld kan verander, en dat is dat ons op een manier dan die wegbaan daarvoor deur te kies vir hierdie model by Lit Net Akademies.